Voor het eerst weer schaatsen op natuurijs. Ook al had het nog nauwelijks gevroren op de ijsbaan in Winterswijk, lukte het wel. Kweekvlees is de toekomst. In Wageningen gaan ze het ontwikkelen met hulp van investeerders uit Zuid-Korea. To secure this key technology for our future. En in Nijmegen waren zo'n 2000 tassen te koop. De opbrengst is voor het goede doel. Goedenavond, het is nog maar november en officieel heeft het niet gevroren vannacht. Maar in Winterswijk kon het vanochtend toch echt. De schaatsen op natuurijs. De schaatsvereniging heeft de baan speciaal bewerkt, zodat de kans op natuurijs zo groot mogelijk was. Complete verbazing wanneer je dit ziet op de telefoon van de ijsmeester. Dus, ja, hoe kan dat, hè? Hoe kan dat? Dat viel me wel op, net op dat het nat was. Ik dacht, en daar niet. Ik dacht, hey, hoe kan dat? Ja, ik snap niet hoe het kan, maar... Ik snap niet hoe het kan, maar geniet ervan. Je kunt wel mooi praten, maar... Als het 4 graden boven nul is, kan er volgens mij geen ijs komen. Dat schijnt dan toch wel. In Winterswijk doen ze aan hogere ijskunde met hulp van de Universiteit Twente. De natuur een handje helpen. Toch wel een wakentje, of niet? Hoe? Isolatie onder het asfalt en de baan witverven. Die combi die was net goed genoeg om dat ijs te maken. En veel mensen zeggen dan, is dat nog wel natuurijs? Toen jij vanmorgen het ijs van je autoruit krabde, heb je toen gezegd tegen jezelf, ik krab nu kunstijs van de autoruit. En dan zeggen de mensen, nee. Nou, wij maken van precies hetzelfde mechanisme gebruik. Een uurtje kon er geschaatst worden vanochtend. En de kinderen zelfs nog wat langer. Het was zoiets als een gepassioneerde vrijpartij. Voor de beperkte tijd die het duurde, was het heerlijk. Kijk, dat zijn uw woorden, zou ik zeggen. Maar inderdaad. Nee, maar er waren erbij die nu de mountainbike-tocht aan het fietsen zijn. Ja, in de korte broek waarschijnlijk. En vanmorgen konden ze schaatsen. Kweekvlees en kweekvis. Wageningen Universiteit en Research gaat daar de komende 2 jaar onderzoek naar doen. Ze doen dat met geld van een aantal steenrijke Zuid-Koreaanse families die daar 1,5 miljoen euro in investeren. Zuid-Korea heeft steeds meer moeite om haar bevolking te voorzien in de groeiende vraag naar vlees en vis. Het kweken van deze producten is volgens hen dé oplossing. En die oplossing die moet dus uit Wageningen komen. Met het blote oog is het nauwelijks te zien, maar in dit kleine bakje groeit kweekvlees. Op de Wageningen Universiteit en Research doen ze de komende 2 jaar intensief onderzoek voor het Zuid-Koreaanse bedrijf Wonis Biotechnology. The investment in the research regarding cultivated meat is a strategic decision. In order to secure this key technology for our future, we have to be in the position to secure meat for consumption for a population of more than 51 million people. Nederland is wereldwijd een van de koplopers op het gebied in de ontwikkeling van kweekvlees. Daarbij worden van een levend dier stamcellen afgenomen en vervolgens op kweek gezet om verder te groeien. Toch mag het hier nog niet worden verkocht aan consumenten. Er zijn wel stappen gemaakt. Er zijn in Nederland de eerste proeverijen georganiseerd, zodat gekweekt vlees wel geproefd is geweest. Maar je moet door een procedure heen rond voedselveiligheid. Dat is Europees geregeld in de EFSA. En dat zou dan eerst moeten gebeuren. Dat het in Nederland nog niet mag worden verkocht, maakt voor de Koreanen niets uit. Zij willen in Wageningen vooral de kennis en technologie ontwikkelen. In Zuid-Korea wordt er dan uiteindelijk op grote schaal kweekvlees geproduceerd en gegeten. In Culemborg is gisteravond een explosie geweest bij een sushizaak aan de Oude Vismarkt. Door de explosie sneuvelde de ruit van het pand. De politie zette de omgeving af voor sporenonderzoek. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Tassen inzetten bij armoedebestrijding, dat is wat ze doen in de Nijmeegse Stevenskerk. Daar zijn vandaag meer dan 2000 tassen te koop aangeboden. Het verdiende geld wordt verdeeld onder iedereen die zich bezighoudt met armoedebestrijding in Nijmegen. Nou, ik heb een tas gemaakt van de Vierdaagse banners die wij hebben gekregen van Vierdaagse. En met het Solproject hebben wij tassen gemaakt voor het goede doel, volgens mij. Oké. Hey, en vond je het moeilijk?
Ja, ik heb wel eerder genaaid, maar dit is wel heel iets anders dan dat ik deed. Maar wel uniek. Een tas uit vierdaagse materiaal gemaakt door scholieren. Maar er zijn ook andere hippe tassen. En er is best wat belangstelling voor. Ik heb twee tassen gekocht. Eén deze is een ontwerpsel in Nijmegen. Deze weet ik even niet, maar die vond ik ontzettend mooi voor het werk. Ja. Als de tassenverkoop goed gaat, is er ook best wat geld te verdelen. Zo weet de plaatselijke Rotary die de markt organiseert. Ik hoop dat het hetzelfde succes gaat worden als 5 jaar geleden. We hebben toen meer dan 15.000 euro opgehaald voor lokale armoedebestrijding in Nijmegen. Organisaties die actief zijn in de armoedebestrijding hebben in een boom papiertjes opgehangen waarop hun wensen staan. Vandaag doen wij een wens voor een donatie voor ons klussenteam. En die gaan langs bij mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank om klussen in huis te doen. Binnenkort weet Carla of haar wens werkelijkheid wordt. En zometeen een schattig roodwangschildpadje, een blitse gekko of een stoere rattenslang. Reptielen als huisdier, hoe lang kan dat nog? Alleen maar slecht een daglicht gezet, dat is een beetje balen. Op de snelweg A348 bij Velp is afgelopen nacht een voetganger geschept door een auto. De voetganger raakte zwaar gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de auto zaten een man en een jong kind. Zij bleven ongedeerd. Het ongeluk gebeurde rond middernacht en waarom de persoon op de snelweg liep is nog onduidelijk. Het zou gaan om iemand uit het buitenland. Op de parkeerplaats van de Macro in Duiven vond gisteravond een motormeeting plaats. Een aantal motorrijders maakten driftende rondjes op het terrein en er werd vuurwerk afgestoken. De politie kwam na een tijdje en vroeg de motorrijders binnen een uur weer te vertrekken en zich in de tussentijd rustig te houden. Dat gebeurde ook. De berg met staalslakken op de voormalige afvalstort in Eerbeek wordt mogelijk toch al op korte termijn afgedekt met een laag grond. Dat meldt de directeur van de stortplaats. De staalslakken zijn een restproduct van Tata Steel in IJmuiden. Doordat de staalslakken in contact komen met regenwater, kunnen er zware metalen de grond inspoelen. De bedoeling was dat een drainagesysteem en ringsloot dit water zouden opvangen, maar dat werkt onvoldoende. Vitesse zit in zwaar weer en wordt serieus bedreigd in het voortbestaan. Er was dan ook geen geld om spelers aan te trekken, maar de club kon opnieuw een beroep doen op de jeugdopleiding. Want dat lijkt een onuitputtelijke talentenfabriek. Dit is Bas Huisman uit Huissen. De jonge spits speelt 's ochtends nog mee bij de jeugd van Vitesse en sluit dan in de avond aan bij het eerste elftal. En zo zijn veel spelers hem al voorgegaan. Je ziet inderdaad dat er veel spelers nu een kans krijgen bij het eerste elftal. Ik denk ook door de situatie van de club. Maar ik denk dat het voor ons de taak ook is dat het altijd structureel is. Dus ook als het straks wat beter gaat, ja. Michael Jansen is de opvolger van Edward Sturing als hoofdjeugdopleiding. Hij runde zelf meteen na zijn carrière al een voetbalschool. Nou, ik denk dat je bij de jeugd, dan zie je nog echt de beleving en echt dat ze een droom hebben waar ze naartoe willen werken. En als je dan onderdeel kan zijn als academie van de droom van de jongens, nou, dat vind ik wel erg mooi om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. 20 jaar geleden gebeurde eigenlijk precies hetzelfde. Ook toen had de club geen geld en braken er veel jeugdspelers door, zoals Michael Jansen zelf. Ja, kijk, daarom denk ik dat het altijd terugkomt in die jaren. Dat het gewoon belangrijk is dat je al dat jeugd erachter hebt staan die klaar zijn om in het eerste te spelen. En die uiteindelijk ook geld gaan opleveren voor de club. Maar de vraag is voor wie Vitesse nu nog aan het opleiden is. Nu de club financieel dreigt om te vallen. Een wasbeerhond of serval mag je tegenwoordig niet meer als huisdier houden. In de Tweede Kamer willen ze kijken naar de lijst met dieren die je nog wel mag houden als huisdier. Wat betekent dat voor liefhebbers van bijzondere dieren zoals reptielen? In Nijmegen is nu een grote internationale reptielenbeurs. Kijk eens jongens. Vinden jullie het niet te eng? Nee. Mogen ze slangen kopen? Nee, liever niet. Ik vind ze wel schattig eigenlijk. Er zitten ook wurgslangen bij. Ja. Ik verkoop hier rattenslangetjes. Die eten ratten? Die eten muizen.
Stel dat de minister zegt, nou deze slang van 50 euro mag niet meer. Wat zou je daarvan vinden? Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Ze zijn toch hartstikke leuk? De Partij voor de Dieren, die heeft het initiatief genomen. Ze willen met een positief lijst komen voor reptielen. En uiteindelijk ook voor vogels en amfibieën. Wat vindt u daarvan? Ik vind het heel jammer. Het maakt de hobby heel moeilijk. Het wordt alleen maar slecht in daglicht gezet. Dat is een beetje balen. En ze willen het ook uitbreiden naar vogels en amfibieën. Wat vindt u daarvan? Ik begrijp het wel. Maar het moet niet te gek worden. Op een gegeven moment mag je daar eigenlijk niks meer. Nou, die mensen moeten eerst verstand van dieren krijgen. En ze zeggen dat een slang in een bak moet liggen van de lengte van de slang. Als bij mij de slangen lang uit liggen, dan is ze dood. Heeft u ook giftige slangen? Nee. Nee, absoluut niet. Want? Vind ik zelf eng. En dan nog het weer. Er was een stralende zonsopkomst vandaag, zoals hier in Meteren. En de rest van de dag was natuurlijk ook prachtig. Vannacht is het vrij helder met temperaturen net boven het vriespunt. Er is dan weer kans op mist. Morgen opnieuw zonnig met zo'n 13 graden en 's avonds komen er dan wat wolken. Vanaf dinsdag meer bewolking en daardoor wordt het 's nachts minder koud. En het blijft de hele week droog. Tot zover deze uitzending. Meer nieuws vindt u in onze app en op gld.nl. Een fijne avond nog en graag tot morgen.